mee, 1985, Berlijn. Veel te mooi weer om het museum in te gaan. Nee, mijn opa is goed. Ik ben mijn toekomstige ex-vrouw op dat moment. Zij kunsthistorica, ik nog niet eens geïnteresseerd door leek. Ik werd meegesleept naar de Nationaal Galerie in tijdje aan het dwalen. En bij toeval loop ik een zaaltje binnen. Een kwartier later word ik dan opgepakt door mijn vrouw. Tenminste, mijn dan nog toekomstige vrouw, later. Nou. Die vol verbazing aan mij vraagt van, goh, wat ben jij hier nou een kwartier aan het doen? Nou, ik zat naar dat schilderij te kijken. Ze zegt, maar dat is Who's Afraid of Red, Yellow and Blue van meneer Newman. En dat is een rood vlak en een geel vlak met een blauwe band ertussen. Ja, ik weet niet. Ik pakte hem, ik heb er 10 minuten voor gezeten. Hetzelfde dag, half uurtje later, dezelfde Nationaal Galerie in het oude gedeelte. Muntje aan Meer van Caspar David Friedrich. Een werk, zo'n monnik, zo'n zee, heel veel bar en heel veel echt gewoon op en top romantiek. En ik ging meer, hè, de schilderij had het erbij kunnen zeggen, nee, want let op, dit is een romantisch schilderij, maar veel meer had hij niet kunnen doen. En ik stond er weer op. Stil. En ik wilde eigenlijk buiten zijn, ik wilde eigenlijk gewoon lekker op het terrasje bier drinken. Toch was ik daar. En dat was voor mij een heel verbazend moment, want tot dat moment had ik eigenlijk gedacht dat kunst, dat je dat ook kon definiëren. Je kon zeggen, nou dat is gewoon zo en zo, en als je dat doet, dan is het mooi, en als je dat niet doet. En deze woorden zijn eigenlijk voor die 64 kunstenaars die hier vandaag aanwezig zijn, die niet gaan winnen. En een gedicht dat heet Raakt kunst. Een kleur, een vorm, een taal gemaakt die buiten binnen misschien raakt. Zie daar, wat kan al zo ontstaan als buiten binnen is gegaan? Wat zou er dan van binnen raken als nieuw gevoel iets wakker maken? Al is het misschien maar voor even, het gevoel van anders een beleven. Ik wilde de opening eigenlijk verrichten door iets kapot te slaan of zo, maar dat mag niet. Heel veel plezier, ontzettend veel succes aan de kunstenaars die hier hangen. En bij deze is de tentoonstelling geopend. Succes! De klei is kneedbaar zacht. De rookton wordt al opgewarmd. Alsof de schepping wacht. Het is een drang van niet te stuiten. Van soms een... Verdronken in het gif van mijn blindheid. Vul mijn leegte. Vul de leegte van mijn holle ogen. Acryl, acryl. Van steen en klei. Verwaaid door een nozelwerk.